We hebben eerst een dubbelconcert met Lippenhuizen, de kerkhof Lippenhuizen. Dat is in Jubbega, kerstavond. En dan hebben we eerst kerstdag in Wijnwoude, in de kerk, met ons de kerkdienst met het koor van Wijnwoude. We zingen toch eigenlijk van alles wat. We zingen Friese liederen, Zoon van Marije, en we zingen een stuk uit een kerstkantate. En we zingen een heel mooi Engels kerstlied. Niet echt heel bekend, want dat is dan weer wat mensen vaak met kerst verwachten, maar dat mogen ze zelf zingen in de kerkdienst. En wij zingen dan een aantal hele mooie kerstliederen daartussendoor. Nou ja, eerlijk gezegd zou je misschien wel in de zomervakantie moeten beginnen. Maar omdat je ook andere dingen op repertoire hebt, is dat vaak niet mogelijk. Dus uiteindelijk is het vaak ongeveer een maand van tevoren. Dus vijf repetities. Ja, in principe is het eigenlijk nooit voldoende als je zegt van we zijn helemaal klaar. Dat red je eigenlijk nooit. Je moet eigenlijk inderdaad... Nou, nu is het zover, volgende keer is het zover in dit geval. En dan is het gewoon zo. En dan gaat het zoals het gaat. Vaak denk je een week van tevoren, oei, oei, oei. En op de uitvoering, dan staan ze er.